mensen komen Hij was geboren of werd geboren in Beerbeek op 11 april 1897 als Florent Louis Jules, aanspreeknaam Jules, groeide hij erop om na de Eerste Wereldoorlog, namelijk in mei 1919, in dienst te treden bij de Rijkswacht in Brussel. Na zijn opleiding komt hij achtereenvolgens terecht in Antwerpen, Luik en Turnhout, waar hij 7 jaar dienst doet. Op 5 januari 1928 wordt de jonge wachtmeester overgeplaatst naar Leopoldsburg en in 1934 komt dan de benoeming tot opperwachtmeester met aanstelling in de functie van commandant van de Rijkswachtbrigade van Leopoldsburg. In 1940 komt dan de verwachte promotie tot adjudant bij de Rijkswacht. Op 4 april 1946 wordt de heer Jules de Keizer postuum benoemd tot adjudant bij de Krijgsmacht, in de hoedanigheid van inlichtings- en actieagent met uitwerking op 30 januari 1944. Waarom deze aanstelling bij de krijgsmacht? Vanaf 1940, vanwege de bezetting door Nazi-Duitsland, ontpopte Jules de Keizer zich tot een weerstander. Vervoegde hij al diegenen die zich op een of andere manier verzetten tegen het gehate regime. Hij werd inlichtings- en actieagent bij de organisatie Mark en Luc. En menig werkweigeraar of verzetstrijder heeft hij gered en in veiligheid gebracht. Meerdere geallieerde vliegers en ontvlucht gevangenen heeft hij bijgestaan en op de ontsnappingslijn gebracht. Maar het gevaar loerde om de hoek. Op 30 januari 1944 werd Florent of Jules ontboden op de veldgendarmerie. Was hij onvoorzichtig geweest of te actief bezig? Verraden, verdacht en aangehouden, opgesloten in de gevangenissen van Antwerpen en Sint-Gilles, werd hij 3 maanden later op transport gezet, richting Duitsland als politiek gevangene naar een concentratiekamp. Rogonitschka, of nog Groswozen, gelegen in het huidige Polen, werd de eindbestemming, in de meest lugubere zin van het woord. Het concentratiekamp Groswozen behoorde tot de meest gruwelijke. Bij gebrek aan sanitair epidemieën, verschrikkelijke honger, cannibalisme, onmenselijke dwangarbeid, krachteloos sterven, genadeloze discipline, gemarteld met de dood tot gevolg. Het kamp werd bevrijd door het Rode Leger op 14 februari 1945. Jules de Keizer heeft het ons niet kunnen navertellen. Immers op 11 december 1944 nam zijn lijdensweg als concentratiekampgevangene een einde. Het zou nog tot in juli 1945 duren, alvorens de overheid de bevestiging van zijn overlijden kon meedelen. Op 11 april 1948 had een nooit geziene huldiging plaats in Leopoldsburg ter ere van adjudant de Keizer. De burgemeester verklaarde er het adjudant de Keizerplein geopend voor het publiek. De korpscommandant van de Rijkswacht onthulde aan de kazerne een gedenkplaat. De 1700 aanwezigen volgden eerbiedig het defilé. In 1960 werd besloten de naam van de verzetsheld te verbinden aan een straat. In 1985, of ergens rondom, werd bij de onthuldiging van dit politiecommissariaat de gedenkplaat opnieuw ingemetseld. Sedertien werden er in feite geen huldigingen meer georganiseerd. Ten slotte is op 15 april 1995 door de geschied- en heemkundige kring het verklarend straatnaambord in de straat onthuld. Vandaag hebben we de daad bij het woord gevoegd en om deze held te eren gebruiken we tot slot de titel van een korte verhandeling die een kleinzoon van Jules de Keizer wijde aan zijn overgrootvader.
van rijkswachter tot held. Andries!